keukenprinsesjes en prinsjes, smulpapjes van het land, welkom bij de Kookshow! Donc, lieve lekkerbekjes, dank jullie wel. Alles is in kannen en kruiken, potten en pannen. Mijn naam is Gaston van der Kook en we gaan vanavond weer vlammen. Huh? Mon fan? Ik ben Flexie, aangenaam. En ik ben Gaston. Wat kom je doen? Ik wou eens met je praten over gas. Want als het aardgas opraakt, kan ik niet meer vlammen. Maar we beginnen net met de show. Zal ik jou eens een recept presenteren? Het recept voor gas dat nooit opraakt. Eigenlijk ben ik hier de kok. Waar zijn de etensresten van gisteren? Etensresten? Oh ja, later. Maar... Yummy! Groente- en fruitafval. Daar kunnen we nieuw gas van maken. Heerlijk gas. Pardon? Bladeren en gras. Yummy. C'est quoi? Zelfs het afval van de koe is goed voor gas. Maar wat nu? Een koeien... Merde. Zo, nu hebben we alle ingrediënten om gas te bereiden. Dankzij de hulp van bacteriën ontstaat het eigenlijk vanzelf... Bacteriën, niet in mijn keuken. Doen! We moeten ze verzamelen en lekker laten smullen van alle ingrediënten. Kijk, pak een grote pan. Nou zeg, die bacteriën zijn niet erg beschaafde gasten. Ze laten het zich goed smaken. Groen gas ontstaat in een vergister. Daar leven bacteriën. Heel veel verschillende bacteriën. De een eet dit, de ander dat. Smaken verschillen. Het zijn barbaren. De bacteriën produceren allerlei stofjes. Eén ervan is groen gas. Dat heet methaan. Het is een mirakel. Die kleine bacteriën zijn tot grote dingen in staat. Zeker. Binnenkort sluiten we jouw fornuis aan op flexigas. Wat ga je vandaag voor ons koken? Nou, ik wilde jullie verrassen met een eerlijke tatatara. En dat was het weer voor deze week, lieve smulpaapjes en lekkerbekjes. Pardon? Graag tot de volgende keer. Maar alors, wat gebeurt er? Is het best? Gaan we stoppen?